Ja, beste volgers van onze Benny Koekoek podcast. Het is weer fantastisch. Vandaag zijn wij niet zomaar ergens. Het is een hele, hele bijzondere aflevering. Hoe bijzonder? Daar gaan wij heel snel achterkomen. Want we hebben twee gasten hier die enorm fan zijn van FC Den Bosch. Daar gaan we mooi eens mee beginnen. Maar er zitten nog veel meer verrassingen. Maar we beginnen met Rinus en John, fans van FC Den Bosch. Rinus! Ja, klopt. Hoe is dit, jongen? Hoe beleef je deze dag tot nu toe? Ik beleef het heel leuk en heel speciaal. Ja. Ik vind het ook echt heel leuk om hier te zijn natuurlijk en om mee te gaan doen met jullie. En zeker met de speler en de trainer erbij. Ja, die verrassing die komt er ook aan, Rinus. Ja, je verklapt hem een beetje. Ja. Maar we kunnen ook bijna niet wachten om ook die gasten voor te stellen. Maar eerst ook even naar John. John, ja, jij komt helemaal uit Gennep, hè? Ja. Dus je hebt er al een ritje op zitten naar Den Bosch. Ja, dat wel. Samen met... Met mijn oom, ja. Met je oom, inderdaad, hè? Ja. Die heeft jou meegenomen hier. Ja. En wat vind jij er tot nu toe van hier bij FC Den Bosch? Ja, hoe is het ontvangst geweest? Ja, leuk. Ja, goed. Wel, ja, hè? Ja. En in welke ruimte zitten we nou eigenlijk? Persruimte, denk ik, ja. Ja, ja, dit is de persruimte, Rinus. Ja, ja, ben je hier al vaker geweest, ook in de persruimte? Nee. Dat nog niet. Want wel op de tribune. Wel op de tribune. Bij M. Bij M. Ja. Overal. Overal. Als het kan, dan duw ik het. Dan ben je erbij. Uitwedstrijden ook, hoorde ik je al vertellen. Als het kan wel. Was de laatste wedstrijd waar je bij De laatste wedstrijd is tegen geweest, is tegen Heracles. Daar was jij bij? Daar was ik bij. Kijk. Ja. Was wel een spannende, Was een spannende wedstrijd. Uiteindelijk was het een verloren wedstrijd, maar het was wel heel spannend geworden als het 3-3 was geweest. Maar helaas is het natuurlijk niet geworden, maar ze hebben wel top de best gedaan voor de sports die er waren. Ja. Hebben ze echt knap gedaan. Ze hebben er eigenlijk ook netjes teruggeknokt tegen Heracles. Ja. Want toen het 1-0 werd, toen dachten we allemaal, het wordt weer 10-0, 13-0. Oh jee. Maar, licht gevoelig hier, Rinus. Maar goed. Maar dat is gelukkig niet geworden. Nee. Het is natuurlijk wel een jammer uitslag natuurlijk, maar... Ja, ik heb natuurlijk ook even zitten kijken en ik ben het met je eens, Rinus. Het had ook gewoon 3-3 nog kunnen worden. Dan was een punt een overwinning geweest misschien wel, voor het gevoel. Dat gevoel wel, ja. Maar dat is het niet geworden. Ja. John, weet jij nog iets van jouw laatste wedstrijd waar jij bij bent geweest? Ja, dat is heel lang geleden. Toen zat ze nog in Eredivisie tegen Ajax toen. Oh, daar ben je bij geweest. Ja. En zat je toen bij de Bos supporters of bij de Ajax supporters? Nee, gewoon bij de Bos, hè. Ah, toch wel. Ja. Dat ik je straks hoorde zeggen dat je ook wel eens naar Ajax gaat. Dat is ook wel een club die je wel leuk vindt om te zien af en toe. Ja, ja, de Bos volg ook allemaal op Instagram en Facebook allemaal. Doe ik allemaal. Kijk, ja. En ben je al je leven lang fan? Jawel. Kun je het zo al zeggen? Ja. Vroeger toen ik klein was, ben ik een keer met mijn vader hier geweest, vriendschappelijke wedstrijd. Ja. En toen was het, Als je er eenmaal bent geweest, hè, John, dan heb je het virus zo te pakken. Ja. Mooi. En dat geldt voor jou ook, Rinus, denk ik, hè? Ja. Het FC Den Bosch virus. Ja, van vroeger af al. Van vroeger af al. Vanaf kleins af aan ben ik hier al heen gegaan. En nou nog steeds. En nou nog steeds, ja. Nou, schitterend. Hey, we gaan doorschakelen, want het is natuurlijk John en Rinus dag vandaag. Maar we hebben ook twee andere gasten van FC Den Bosch. En dat zijn Faris en William. Zeg ik dat goed, William? Ja. Oké. Okay. En Faris is natuurlijk selectiespeler. William is de trainer. En super dat die ook even aan willen sluiten. We beginnen eens even met Faris. Kun je iets over jezelf vertellen? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, dat kan natuurlijk. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Faris Amouti. Ik ben 26 jaar oud. Ik woon in Almere samen met mijn vriendin. Ik... Ik heb een hele lange tijd in Utrecht gewoond, bij mijn ouders. Ik heb bij Feyenoord gespeeld, Almere en nu Den Bosch. Ja, en hoe ben ik hier gekomen? Ja, dat is een vraag, is denk ik meer door Jack de Gier, oude trainer van ons, en Jan Guskens, technisch directeur. Ja. Het is, die volgde me al een lange tijd. En bij Almere heb ik gespeeld, denk ik, 7 seizoenen. En op een gegeven moment was het wel genoeg voor mij en was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. En dat was Den Bosch. En sinds het begin van het seizoen ben ik hier en ik heb hierna nog een jaar contract. En dat is het eigenlijk. Dus voor 2 jaar getekend?
Voor 2 jaar getekend. En afgelopen zomer begonnen. En de ontvangst hier, fijn, warm of wennen? Ja, top. Het is natuurlijk heel anders dan Almere. Ja. Qua supporters en zo. Maar ik ben hier goed ontvangen. En ik ben hier super blij dat ik hier ben komen spelen. En ik doe het elke dag, kom ik hier met plezier. En het is gewoon top. Ja, dat is wel fijn om te horen. De Brabantse gezelligheid, de gemoedelijkheid. Ja. Zeker. Daar ben je een beetje mee besmet als Utrechter na dan. Ja, soms moet ik wel even op een accent. Moet ik wel even duisteren. even goed luisteren, maar. Stap voor stap krijgen we dat ook wel mee. Ik zeg altijd in een kleedkamer, lijkt wel een andere taal, joh. Ik zeg, jullie kunnen gewoon een nationale team maken. Iedereen eigen paspoort. En, als je ooit nog voor MVV of Roda zou gaan spelen, dan denk ik nog een graadje erger dan misschien met de accenten. Nou, dit is wel goed zo, denk ik. Ik doe mijn best en verder kun je niks doen. Oké, nou supermooi. En Faris, naast jou zit je trainer. En er is wel een trainerwissel geweest dit jaar. Want je vertelde net van, onder andere door Jack de Gier ben ik ook hier terechtgekomen. Nu is William heeft het stokje overgenomen. Voor even. Voor even, oké. Ja, vertel William, hoe ben jij hier gekomen en wat is je doelstelling voor nu? Ik zal kort even voorstellen. Willem van Overwijk, 48 jaar, woon nu in Uden. Altijd in een bos gewoond, een jaar of 8 in Uden. Vriendin en 2 kleine mannen. Mats en Stan, 4 en 3 jaar, dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben hier een jaar of 4, 5 geleden ingestapt. Ik trainde amateurs van Empel. Nou, ik wilde eigenlijk ander werk gaan zoeken, een eigen bedrijf met mijn vader en broer. Ja, toen belde de bos. Ben ik het gaan combineren met, dat was toen onder 19. Ja, en van daaruit stapjes gemaakt, bij het eerste gekomen. En nu dus voor een periode van 5 weken interim trainer. En over 2 weken dan start de nieuwe trainer. Oké, dat heb ik dan even gemist, denk ik. Wie wordt de nieuwe trainer dan? Wie wordt je opvolger? Is toch niet bekend ook? Oké, dan heb ik dus niks gemist eigenlijk. Nou ja, niet veel. In dat opzicht niet. Nee, ja, oké. Maar we woonachtig in Uden. En Uden is ook leuk. Ja, ik kom zelf ook uit Uden. Dus dat vind ik dan wel. En Teun ook trouwens. De Teun die zit erbij. Die bedient het mengpaneel vandaag. Normaal praat hij ook mee. Maar door een tekort aan microfoons doet hij nou vooral de socials en daaromheen. En dus, Peter is er ook, hè? Dan zal ik maar niet vertellen waar ik vandaan kom. Daar kan gevoelig liggen hier. Top supporter. Uit Os, inderdaad. Uit Os, ja. Maar jongens. Hartstikke mooi. Ja, Uden is ook een mooi dorp. Je kan er niet anders. Ik ben er geboren, getogen en ik ga er ook nooit meer weg, denk ik. Bevalt heel goed, ja. Ja, nou, ja. Fijn. Hey, we hebben ook een vragenvuur, Faris. Hebben wij bedacht. En Rinus, ik weet niet, heb jij al een vraag voor William of Faris? Of denk je van, nou Erik, stel jij die vraag maar en ik luister lekker mee. Ja? Moet ik even beginnen? Ja. John, heb jij misschien al een vraag waarvan je denkt van, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar? Nee, nog niet. Nee? Ik zit even te lezen. Ja. Ja, we hadden eigenlijk al een vraag, hè, Rinus. Ik zei het toen straks nog tegen jou. Aan Faris te vragen. Over zondag. Ja, want de uitwedstrijd bij Willem II. Ik denk dat Faris er zelf wel iets over kan vertellen. Hoe ging dat, Faris? Ja, dus even terugkijken. Dat is het doel door die 2 goals van mij. Aha. Daarvoor had ik een blessure opgelopen, met Almere, met mijn knie. En tegen Willem II was eigenlijk de eerste keer dat ik zo goed als pijnvrij was. En ik scoorde gelijk 2 keer. En dat is natuurlijk mooi voor mij, maar ook voor de club en voor de supporters. Ja, dat was wel een mooie binnenkomer weer dan. Ja, zeker. Ik denk dat we dat ook wel nodig hadden. Dat was natuurlijk Willem II. Iedereen beschouwde dat als een hele moeilijke uitwedstrijd. En dat we die zo winnen, ja, is geweldig. Ja, schitterend. En toen hadden we het er eens inderdaad met Rinus over. Van, als je eruit al 2 maakt, hoe zie je dat zondag dan? ik ga mijn best doen om goals te maken natuurlijk. Het moet, eigenlijk. Nee. Dat word ik eruit gezet. Nee, ik ga mijn best doen. En, we gaan gewoon alles voor geven om te winnen. Dat is en wie er scoort maakt voor mij niet uit. Als ze maar winnen, denk ik. En 3 punten pakken. Want wat is met name jouw positie op het veld? Ja, goede vraag. Waar speel je het liefste? Ja, op nummer 8 gewoon. Ja.
Dus dat is wel mijn positie waar ik mijzelf gewoon zie spelen. En ook voor de toekomst gewoon misschien nog wel stappen kan maken. Ja, nou, mooi. Ja. Een nummer 8. Nummer 8, ja. Ja, nou, dat is een mooie positie ook. Hè. Veel in balbezit waarschijnlijk dan ook, als het goed is, hè, als middenvelder. En speel je dan meer naar voren of naar achteren? Wat is je... Ja, ik speel meer naar voren. Eigenlijk ben ik een box-to-box dan verdedigend en aanvallend. Ik denk dat je me overal wel kan vinden op het veld. Er zijn de motors in het team, hè, die heb je nodig. Ieder team heeft die nodig. Want John, jij voetbalt zelf ook, toch? Ja. Bij Heijen, dorpje bij Gennep. En welke positie sta jij meestal? Verdediger middenvelder sta ik. Verdediger middenvelder. Ja. In ieder geval, alles wat bij jou komt, moet weer naar voren. Ja. Dat is het doel. Ja, dat is het doel. Ja. Dus morgen mag jij ook weer voetballen? Nee, morgen ben ik vrij. Ah, oké. Okay. Ik ben morgen ook jarig. Ah, okay. Nou, dus dit is ook nog eens een vervroegd verjaardagscadeautje om hier even te zijn. Kijk, pikken we ook zomaar even mee. Ja. En William, heb jij vroeger zelf ook gevoetbald? Ja, ik heb gevoetbald. Ik heb heel lang eigenlijk hier gespeeld bij Wilhelmina in Den Bosch. Tot mijn 16e. Van daaruit in het eerste gespeeld. Toenmalig hoofdklasse en naar RKC gegaan. Ja. 4 jaar RKC gespeeld. Dat was toen nog A-jeugd. 2 jaar A-jeugd en 2 jaar in... was toen C-team, dus de tweede elftal. Ook met het eerste meegetraind. Uiteindelijk vaak geblesseerd, dus ja, dan ook niet goed genoeg. Jaartje nog naar Den Bosch gegaan. Ook hier nog een jaar gespeeld. Maar uiteindelijk veel te veel blessures. Van daaruit jaartje België. Teruggegaan naar mijn oude club Wilhelmina. En daar eigenlijk ook toen op 21 jaar geleden werd gestart met trainen van jeugd. Ja, dus op vroege leeftijd al heel wat... rond geweest bij verschillende clubs, meegedaan, gekeken. Ja. Maar heel eerzaam, ik kijk er wel heel, heel prettig en leerzaam op terug. Ja, ja, mooi. Faris, een gewone werkdag. Hoe ziet die er voor jou uit? Ja, een gewone werkdag. Ja, meestal zijn we hier gewoon om 9 uur. En dan gaan we met z'n allen ontbijten. En meestal hebben we om 10 uur hebben we een bespreking of gaan we beelden kijken van tegenstanders, noem maar op. En dan om 10:30 start de training. Ja, die is meestal tot 12 uur ongeveer. Ja. Tot 12 uur. En daarna we gaan krachttraining doen of het is om 12:30 lunch. 12:30 lunchen. En als je daarna geen kracht meer hebt, ben je daarna eigenlijk klaar. Ja. Dan mag je auto weer een keer naar huis. En mag je dan ook daarin zelf je eigen programma ook creëren? Want wij stonden toevallig straks buiten. Ja, dat is dan niet toevallig. Wij stonden buiten te wachten om naar binnen te gaan. En we kwamen volgens mij een paar selectiespelers tegen. Die staken hier schuin over. Ja, wat gaan die dan doen? Ja, klopt. Die gaan iets voor hunzelf doen. Het kan uitfietsen zijn. Het kan rekken zijn. Het kan lichtkracht zijn. Maar ja, ik ben er zelf niet de voorstander van. 2 dagen voor de wedstrijd. Ik pak liefst mijn rust. En ik hou me focus dan op zondag. Maar ja, je hebt jongens erbij die willen nog een kracht doen of iets extra's. En dat kan gewoon. Dus die keuze die mag je dan zelf daarin ook maken? Ja, dat is gewoon voor jezelf. Ja. Mag ik iets vragen? Is dat dan ook anders nou, Fries, omdat je in de Ramadan zit? Of dat je dan ook andere keuzes maakt daarin? Nee, ja, niet echt. Ik ben altijd zo, zeg maar, kort voor een wedstrijd doe ik zo min mogelijk. En zo is onze training zijn ook op ingesteld. Morgen bijvoorbeeld doen we ook niet heel veel. En dat is gewoon focus op zondag. Dat iedereen genoeg rust heeft en klaar is voor de wedstrijd. Oké. Okay. Ja, mooi. En nou vertel je kort al iets over een werkdag. En wat doe je dan op een dag dat je vrij bent? Ja, dat is verschillend. Ik heb zelf zit ik af en toe wel in de handel. Dan doe ik retourpallets opkopen en die verkoop ik dan. Of ik ga weer iets zoeken wat ik kan doen. Ik ben altijd wel eigenlijk bezig. Of ik ga naar familie toe. Of de dag wordt weer ingevuld, zeg maar. Ja, ja. Nou, mooi. Want je vertelt ervan, hè, dan doe je voor jezelf ook met die retourpallets. Is dat dan ook... zijn er veel... collega's, selectiespelers die dan ook nog iets ernaast doen? Ja, er zijn wel een paar jongens die gewoon omdat ze het leuk vinden handelen of iets verkopen. Maar ja, meestal zijn er niet veel jongens, zeg maar. Ik heb bij Almere in die tijd heb ik ook een kleding op lijn opgezet. En die is nou weer weg, want het liep niet echt. Maar
Ik heb het geprobeerd. Ja. En ja, ik ben wel van het uitproberen. En als ik iets kan doen, bijvoorbeeld telefoons maken, vind ik ook leuk. Muziek maken, vind ik ook leuk. Dus ik heb van alles wel wat te doen. Ja, 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 nou, zo kom je de week telkens mooi weer door. En, ja, daarom. En want kijk je dan ook al een beetje vooruit naar van, ja, wat ga ik doen als dadelijk het voetballen eindigt? Ja, daar ben ik het liefst niet mee bezig nog. Nee. Eigenlijk kijk ik gewoon week voor week of dag voor dag hoe het loopt. En voor mij is het belangrijkste dat ik gewoon plezier in het voetbal hou. En zodra dat er niet meer is, ja, dan ga ik snel naar iets anders kijken. Ja. Want qua opleiding, heb je dan daar al wel iets ergens een diploma in? Of? Ja, ik heb altijd op school een richting van de sport gedaan. Dus bijvoorbeeld een trainer worden of zo, dat lijkt me wel leuk. Maar ik heb zelfs ook automonteur gedaan. Ja. Heb ik ook een kijk anderhalf jaar gedaan. En op een gegeven moment ging het niet meer qua training en zo, had ik geen tijd. Ik heb handel gedaan. Ik heb eigenlijk heb ik van alles wel wat. Oké, maar uiteindelijk slokte het voetballen dusdanig veel tijd op dat je dacht, dit is waar ik nu voor ga. Ja, zeker. En toekomstig trainer, ja, ik vang dan soms wat dingetjes op die je zegt. En toen je het zei, zag ik je trainer knikken. Zie je dat dan ook in sommige spelers, William? Van dat je denkt van, oké, maar die zie ik daar wel naartoe groeien? Of zie je dat bij Faris dan ook in het veld? Of waar merk je het dan aan, dat hij daar al mee bezig is? Ja, ik zie dat ook. De rust die hij uitstraalt. Het goed over kunnen brengen, goed kunnen praten. Dus nou, we hebben het wel eens over gehad. En ik denk dat voor Faris het een hartstikke mooie stap is om na zijn voetbalcarrière het trainerschap op te pakken. Ja. Ja, nou, dat is toch ook een mooi compliment even zo tussendoor. Hè? Maar goed, ja, daar zeker, hebben jullie het ook zeker over samen. Hoor. Ja, eigenlijk zitten we wekelijks wel met elkaar gewoon, of we kijken beelden of we praten gewoon eventjes. En daar komt vaak ook de trainerschap naar boven. En ja, het is ook de bedoeling dat ik aankomend seizoen of zo snel mogelijk gewoon ga beginnen met de opleiding voor de trainer. Alleen wanneer we starten, dat is een goede vraag. Daar moet ik even overleggen nog. Ja, ja. Ja? Breek in? Of oh, nee, oh, je was, gaat, verder, je gaat weer naar het volgende stukje. Nee, helemaal goed. William, die, even voor alle luisteraars, William die heeft weer een volgende opdracht, een volgende klus. Ja, het leven van een trainer kost een dag. Faris denkt ook. Een dag per dag. William, super bedankt dat je aan wilde sluiten. En bedankt. Tot snel. Tot snel. Hartstikke leuk, jongens. Tot snel. Ja. Zondag misschien al? Ja. Aanmoedigen. Hey, dank je. Tot ziens nog. Ja, succes zondag ook. Je zei net ook ik wil eigenlijk ook helemaal niet denken aan mijn leven na het voetballen. En als we dan kijken in jouw carrière, heb jij een droomclub? Waar zou jij nog graag willen spelen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Als jij bij Feyenoord speelt, dan heb je nog heel veel dromen waar je in wil natuurlijk. Je wilt hoger op, je wilt buitenland, je wilt in Engeland gaan voetballen. Alleen ik denk nu, ja, ik ben nu in een situatie, ik speel bij Den Bosch. En ik moet wel gewoon eerlijk naar mezelf kijken. En voor mij zou het nu logisch zijn om, wie weet, nog een stap naar de Eredivisie te maken. En daarna nog hoger op te gaan. Of gewoon naar het buitenland te vertrekken en lekker ergens in Bali gaan voetballen of zo. Lekker warm, beter dan hier, toch? Ja. Dat, wat ik nog wel even wil vragen, dan, dat vind ik dan wel interessant. Kun jij zo benoemen waar het bij Feyenoord dan zeg maar mis is gegaan? Hè? Want ik weet niet, kun jij misschien vertellen ook welke lichting daar je een beetje zat? Ja, tuurlijk. Welke spelers dat er op het veld stonden? Ik ben, ik ben begonnen. Ik ben in de F, ben ik bij Feyenoord gekomen. En ik heb elk jaar heb ik zeg maar doorstaan tot en met jong Feyenoord. Okay. Toen kreeg ik contract van 2 jaar. En toen was de bedoeling dat ik gelijk op huurbasis zou vertrekken. Alleen met bepaalde afspraken die niet zijn nagekomen, was het niet mogelijk. Okay. Dus toen moest ik blijven. Tot de winter heb ik bij Feyenoord gezeten. Eigenlijk weinig gespeeld. Als ik met jong meeging naar een uitwedstrijd in Chelsea. Tegen Chelsea, ja, dan speelde ik niet. Dan zat ik de hele wedstrijd op de bank. En op een gegeven moment, de laatste dag van de transfermarkt, had ik nog niks. Ze zouden iets voor me zoeken, maar het was er niet. Ik kon naar Roda, maar vonden ze te laag niveau. Maar toen niet geluk. Bij Willem II stage gelopen, maar ik kwam van een blessure. Oh ja. En dat werd hem ook niet. Toen
ja, laatste dag zat ik thuis, volgens mij 8 uur 's avonds. En ik zat te denken van, ja, wie ga ik nou een bericht sturen? Wie kan mij helpen? Kan de trainer mij helpen? En toen kwam er op mij Jan Guskes. Nee. En ja, toen had ik hem gebeld en uitgelegd hoe het zit. En hij zei tegen mij, vaar is geen maar 2-3 minuten. En na 2-3 minuten was het geregeld, kon ik naar Almere vertrekken. Ja. En kon ik daar op huurbasis spelen en eigenlijk niet meer vertrokken daar. Want Jan die zat toen al bij Almere? Nee, hij zat bij Feyenoord. Oh, die zat bij Feyenoord. Hij was met trainen in de A2. Okay. En ik had een goede band met hem, ja, nu nog steeds. En alleen, ja, had wel contacten rondom en ja, hij heeft me goed geholpen ermee. Okay. Ja, zo werkt het volgens mij ook wel een beetje van natuurlijk het talent of hoe goed je bent, daar zit verschil in. Maar je hebt ook gewoon af en toe een beetje hulp nodig om op de juiste tijd op de juiste plek te komen. Ja. En soms heb je pech en soms heb je daar ook wat meer geluk mee. Ja, zo zit het wel. Als ik naar mezelf kijk, ik ben denk ik ook wel een onderschatte speler. Ik denk niet dat ik veel opval op het veld. Ik denk alleen als je beelden gaat kijken, dat je denkt van, oh, hij is toch wel belangrijk voor het team. En ik denk dat mij het ook wel heeft genekt, zeg maar, dat ik zo'n speler ben, een onderschatte speler. En dat ik niet veel opval. Dus ik heb zakenwaarnemers nodig. Ik heb mensen nodig met contacten om weer verder te komen. Ja. Dus dat is wel belangrijk voor mij, ja. Want ik zag in 2020-21, toen had jij een goed seizoen bij Almere City. Hoop wedstrijden gespeeld en een aantal doelpunten, 8 geloof ik. Klopt, 8 en 5 assists, als ik het zo met mijn hoofd heb. Ja, precies. En toen daarna heb je 2 jaar minder gespeeld. Maar dat kwam dan echt door die liesblessure ook bij Almere? Ja, ik had die goed seizoen had ik gedraaid. Dus had ik 8 goals, 5 assists gemaakt. Na de winterstop heb ik eigenlijk klachten gehad met mijn lies. En ik ben eigenlijk door mee gaan spelen tot het einde van het seizoen. En in de zomerstop wilde ik weer gaan optrainen en ik wilde gewoon gaan joggen buiten en dat ging niet eens. Okay. Dus toen ik voorbereiding terugkwam, moest ik eerst revalideren. Dat duurde 4 weken, dus een maand was ik weg. En toen kwam ik terug, we hadden een nieuwe trainer gekregen, Gert-Jan Verbeek toen. En ik kwam terug en ik speelde tegen Jong Utrecht en ik ga een duel aan en... Ik loop met mijn bovenbenen tegen iemand zijn stuitje en mijn fascie is gescheurd. Okay. Ja, dus dat was een heel ongelukkig seizoen. Toen was ik weer teruggekomen van die blessure. Toen kampte ik met zware ijzertekort. Dat ik na 10 minuten niet meer kon lopen. Ja. Dus dat moest ik ook weer omhoog halen. Dat moest ik ook weer. Dus dat seizoen was eigenlijk voor mij weggegooid. Ja. En, wat mijn focus lag eigenlijk op volgend seizoen, die seizoen daarna dan. Ja. En ik denk dat ik goed ben gestart als rechtsback toen bij Almere. Alleen jammer genoeg ook afspraken weer niet nagekomen. En zodien wilde ik gewoon vertrekken. Ja, Rinus, John, hè, zo hoor je het. We hebben het er ook wel eens over van hoe mooi het leven kan zijn van een profvoetballer. Wat wij dan zien hè, van een afstandje. Maar als je zo het verhaal hoort van Faris, dan zit er ook een keerzijde aan. Hè. Het is hard werken, iedere keer terugkomen van blessures, Rinus. Hè? Ja, dat is sowieso. Ja. En ik heb respect voor hem dat hij toch zo nog kan voetballen. Ja, en iedere keer toch weer terugkomt. Dan moet je ook tussen je oortjes en mentaal ook sterk zijn om weer sowieso terug te komen. Ja. Want had jij er verwacht, John, dat dan zo'n verhaal ook erbij hoort? Van zoveel blessures en weer terugkomen? Ja, blessures weet ik wel vanaf. Ja. Ik ben zelf ook geopereerd aan mijn knie. Die heb ik ook meer dan een jaar niet gevoetbald. Ja, dan leg je er zo weer een hele tijd uit. En dan kost het weer tijd om terug te komen, hè? Ja. Ja, dus, ja, het is gewoon moeilijk. Sommige jongens willen gewoon stoppen. En ik ben iemand die altijd door wil gaan. Ik val in opstaan, hoort erbij, denk ik. Ja. En zo denk ik ook over de posities waar ik heb gespeeld. Ik heb eigenlijk overal gestaan, behalve op goal. Ik zeg altijd van, als jij op straat gaat voetballen en je bent verdediger zeg maar, op het veld, dan ga je ook daar in de spits staan. Dus waarom zou je hier op het veld niet in de spits kunnen staan? Ja. Tenminste, zo denk ik erover. En, en daarom denk ik ook dat ik gewoon op veel posities kan spelen. Ja, dat maakt je ook alweer bruikbaar hè, voor een trainer. En, ja, zeker. Je hebt natuurlijk voordelen en nadelen. Ja, ja. Een nadeel is dat je overal wordt gebruikt en dat je niet kan focussen op een positie. En voordeel is, valt iemand uit, is altijd plek voor jou. Ja. En dit seizoen gaat het al een stuk beter, zag ik. Toch 24 wedstrijden, 5 doelpunten. 5 doelpunten, 2 assists volgens mij. Ja. Ik had de laatste wedstrijd tegen Dordrecht, voordat ik geschorst werd voor Heracles, had ik er volgens mij 3 kunnen maken. Ja. Hij stond nu op 7, maar
ja, ik hoop dat ik nog wel 4 goals kan maken. Ja, precies. Dat zou wel mooi zijn. Er zit in ieder geval weer een stijgende lijn in. Ja, en daarom. Fit blijven. Ja. Daarom. En nu speel ik weer op nummer 8 dan. Mijn positie waar ik het liefst wil spelen. Dus, ja. Hey, wat misschien ook wel heel leuk is om even te weten. Zondag is een wedstrijddag. En Rinus, die gaat naar Den Bosch Willem II. Zeker. Maar Faris is daar ook. Rinus, hoe ziet jouw wedstrijddag eruit? Ja, ik hoop dat jij nog wel een hat-trick wilt gaan maken voor ons. Ja, en kunt en kan gaan maken. Maar hoe ziet jouw dag eruit? Hoe sta je op? Ja, ik sta, met wie ga je? Waar verzamel je? Waar neem je mee? Ja, zenuwachtig. Rond 10:30 op. Fakkels. Ja, fakkels mee. Nee, dan ook weer niet. Maar ik ga met kennis en vrienden van mij ga ik hier naartoe. Omdat het een beetje een risicowedstrijd is natuurlijk, gaan wij niet op M zitten. Dat is het risico een beetje te groot voor, want we nemen ook kleine kinderen mee. Daar zitten wel de echte hele daar fanatieke zitten echt supporters. Harde kermissen. Ja. Die gaan echt gewoon, gewoon de keer natuurlijk. En kunnen wel eens dingetjes doen wat niet aanstaat en schelden. En roepen naar een ander team. En ja, daar willen we die kindjes niet mee overlasten. Want daar vinden wij niet zo netjes van wat ze woordjes roepen. Dus dat hebben we besloten om niet te doen. We gaan wel gewoon naar de wedstrijd toe en we gaan wel gewoon op het vak zitten. Ja. Maar dan zitten we op vak R, achter het doel natuurlijk. Dus dan hopen we dat natuurlijk... Is dat waar je 073 staat, daar zitten wij. Ja. En dan hopen dat natuurlijk dat we 3 punten thuis houden. Ja. En dat we de mooie wedstrijd kunnen genieten. En op de fiets hier naartoe? Lopers. Kijk, gewoon vlakbij. Ik woon hier vlakbij. Ja. Dus... lopen schoon en wilske drinken en dan weer kijken naar de wedstrijd. Ja. Kijken wat het wordt. Het zou mooi zijn als we 3 punten kunnen houden natuurlijk, maar... dat is wel mooi. Dus zo ziet jouw dag eruit. Mijn dag ziet er zo uit. Faris die is op dezelfde plek, maar ik denk dat jouw wedstrijddag qua voorbereiding er iets anders uitziet. Ja, is wel wat anders, ja. Ik weet niet eens hoe laat we moeten verzamelen nog, maar het zal vroeg zijn. Meestal 3 uur van tevoren. Want, 12:15 spelen jullie. 12:15. En meestal, ja, waarom ze dat doen is omdat we 3 uur van tevoren moeten eten. Ze zeggen dat goed is. Maar voor mij is het gewoon, ik kom hier, hoe laat zal het zijn? 10 uur of zo. Eerder, 9:15. Ja. En dan gaan we met elkaar zitten. We gaan wat beelden kijken nog. Een beetje in de kleedkamer zitten, muziek luisteren. En dan klaarmaken voor de wedstrijd. Dus het is eigenlijk best simpel, komen en klaarmaken. Ja, en eigenlijk is de voorbereiding, als het goed is deze week ook al, van een groot deel geweest, het tactische gedeelte. Zeker, ja, morgen... Weet je al of je speelt en waar je staat? Ja, ik speel gewoon op middenveld op nummer 8, dus dat is wel weer lekker. Heracles natuurlijk geschorst geweest. Ja. Maar laten we weer tegenaan gaan zondag. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. Mooi als John om zo te horen. Ja, ja. Hè? Ja. Hey, John's een wedstrijddag. Ja, John's een wedstrijddag. Ja, Teun die praat, die fluistert ook af en toe iets in. Hoe ziet het er voor jou uit, John? Oh, ik sta altijd vroeg op. Altijd lekker rust, tijd voor jezelf. Hè. Voorbereiden voor de wedstrijd. Rustig koffie drinken allemaal. Ja. En dan meestal anderhalf uur van tevoren ga ik naar het voetveld. Ja. Moet lekker rustig aan. En dan warming up. Ja. En dan, want wie bepaalt er wie er speelt? Want jullie hebben ook een trainer. En wanneer vertelt hij het aan jullie? Ja, dat is altijd eerst warming up dan. En dan 10 minuten van tevoren gaan we altijd naar binnen. En dan vertelt hij het. En dan zegt hij van wie waar staat. Ja. Dat is heel anders. Dat is heel kort voor de wedstrijd. Ja. Ik heb trainers meegemaakt dat zelfs op de wedstrijddag, dat je dan pas de opstelling kreeg te horen. Maar 10 minuten voor tijd niet. Het is wel altijd spanning. En dan hou je wel jongens altijd scherp. En iedereen moet klaar zijn om te spelen dan. Was dat Gert-Jan Verbeek toevallig? Of? Nee. We hebben elkaar als elftal gezeten. En dan hoorde je een dag voor de wedstrijd. Of op de wedstrijddag hoorde je in één keer de opstelling. En natuurlijk in de jeugd heb je wel dat je op de wedstrijddag pas de opstelling hoort. En ik weet niet wat daar de bedoeling van is. Maar ik denk... Ja, wat voor mij het beste is om gewoon die jongens scherp te houden. En altijd verwachten dat je gaat spelen. Ja. En dan blijf je ook scherp en dan is iedereen ook gefocust. En wat vind jij zelf prettig? Vind je het prettig dat je het nu al weet? Ja, ik heb liever dat ik het al weet, want dan kan ik me daarop focussen. Ja. Maar ik vind het ook niet erg om het beste dag zelf te horen.
Alleen ik denk meer voor andere jongens dan dat het een beetje onzeker is van oké, wat is het nou, ga ik nou spelen ja of nee. Ik denk meer de jonge jochies dat die er meer problemen mee hebben. Ja. Ik ben er niet zo moeilijk in, al hoor ik 5 minuten voor tijd dat ik moet spelen. Ik zal altijd klaar zijn om te spelen. Dus. Ja. Hey, en je vertelde van tegen Heracles was ik geschorst. Is er dan ook een kaart die je ooit gepakt hebt waar je ook al wel spijt van hebt, een gele of een rode kaart? Ja, of zijn het gewoon nodige kaarten af en toe? Ik denk, het zijn niet altijd nodig. Ik heb toen tegen volgens mij Eindhoven uit, was ik boos omdat ik had een bal in mijn handen en die gozer duwde me en toen gooide ik de bal in zijn tegen hem aan. Ja, dat was eigenlijk onnodig, maar wat, ik vond het terecht voor mezelf dat ik wel gestraft werd. Tegen Jong Ajax heb ik ook een kaart gepakt voor mijn 9e minuut. En, maar daar heb ik weer geluk gehad dat ze niet mee hebben geteld. Want? Ja, geen idee. Eigenlijk was ik al eerder geschorst geweest. Maar, administratief foutje. Ja, dus... Die was de scheidsrechter. Dat is hun probleem. Die gaan we uitnodigen voor de volgende. Nou, daar ben ik gematcht. Dus, en nu tegen Dordrecht heb ik de laatste gele kaart gepakt. Dat was ook onnodig, denk ik. Ik lag op de grond, daar ging er voorbij en ik trapte hem nog naar. Ja. Had ook dus rood kunnen zijn. Had ook rood kunnen zijn, maar... gelukkig met het geel. Ja. Dus dan toch, want Faris, nee, je zit hier heel rustig en lekker te vertellen. Maar dan op het moment dat de wedstrijd begint, dan komt er ook een soort van leeuw los. Ja, tuurlijk. De wil om te winnen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, maar ja, natuurlijk op zijn eigen manier. Alleen, ik ben natuurlijk wel een speler die gewoon rustig is, op het veld ook. Alleen, waar ik niet tegen kan zijn van die... Dat spelers niet worden gestraft en dat de scheidsrechters het niet zien en dan op een gegeven moment ga ik het terug doen en dat is misschien dom, maar zo ben ik. Ik wil altijd winnen en trapt hij mij, trap ik hem, ja. Dat is eerlijk, ja. Toch? Het is ook een stukje onrecht, wat voor jou heel lastig is, denk ik. Dat vind ik, daar heb ik wel problemen mee, dat de scheids iets ziet en dat hij daarna laat je doorspelen en dan zegt hij van ja, ik heb het gezien, het was een overtraining, later. Maar ja, daar heb ik niks aan op dat moment. Dus En de moeilijkste tegenstander, directe tegenstander? Zo, dat is een moeilijke. Ik heb natuurlijk overal gespeeld, elke positie. Wanneer had je het echt lastig? Nee, ik heb dat niet echt gehad in mijn carrière nog, dat ik dacht van jij bent moeilijk. Ik heb wel tegen spelers gespeeld zoals Dolberg, Kei Sierhuis, natuurlijk ook goede voetballen, Nouri. Bilal Ulcik toen die tijd bij Twente, dat hij heel goed was. Wie hebben we nog meer? Nee, ik heb niet echt een tegenstander gehad dat ik dacht, moeilijk. Nee, ik kom wel met natuurlijk vertrouwen wel, erin. En, zo ga ik elke wedstrijd. Ik heb, bij Almere heb ik een tijd gehad dat ik rechtsback stond en dan ging ik beelden kijken van linksbuiten. En op een gegeven moment zei ik tegen de trainer van luister, ik hoef het helemaal niet te zien, ze passen me aan mij. En dat heb ik toen zo gelaten en eigenlijk nooit meer veranderd. Ja. Nou, je noemt toch wel een paar bekende namen op voor velen, denk ik, waar je dan tegen hebt mogen voetballen. Ja. Met wie heb jij samen gevoetbald waarvan je denkt, ja, die is echt zo goed? Ja, ik heb bij Feyenoord in de Jong heb ik wel mijn spelers, Boetjes heb ik meegemaakt. Vincent Jansen volgens mij nog een tijdje. Rick Karsdorp, meegemaakt nog. Kazim Spits, meegemaakt. Boularoes. Oh, Kazim Richards. Boularoes achterin. Sven van Beek, Lucas Woudenberg die bij Willem II zit. Ja. Wie hebben we nog meer? Venovic, nu bij Heracles. Dus ik heb wel met een paar jongens gespeeld. Ja, Elia nog. Ja. Dat was wel denk ik. Nou, mooi. Ja. Dat is ook weer een mooi rijtje, hè, waar je dan je mee mag meten. Ja, zeker. Alleen speelde ik wel weinig, maar het was wel altijd leuk om te zien hoe hun een wedstrijd ingaan. En, het was altijd lachen, niemand had zin om te spelen bij Jong. En, dat was echt... Als ze dan bij Jong mee moesten doen? Ja, niemand had zin. Maar dat zeiden ze ook tegen de trainer. Ik zei, trainer, moet dit nou vandaag? Ze gingen zo praten, maar ze deden wel altijd hun best en ze waren blij dat die wedstrijd voorbij was.
Eigenlijk tot op de dag van vandaag, hè, jong Feyenoord. Heeft dat ook te maken met dat ze niet in de voetbalperiode zaten? Ze gaan er nou toch bij, hè, jong Feyenoord? Die degradatie, maar ik denk dat ze toen in jouw periode helemaal niet erin zaten. Toen was dat nog niet. Dus veel vriendschappelijk dan waarschijnlijk. Ja, je had wel een competitie die had ze opgegeven, maar dan speelde je op maandag om 7 uur 's avonds. Ja. Dat was helemaal niet uitdagend, denk ik. Nee, had niemand zin in, joh. Dan speelde je thuis op het jeugdcomplex, slecht velden. Ja, het was niet best. Nee. Wat is daarentegen het mooiste stadion waar jij in hebt gevoetbald? Wat maakt de indruk? Ja, ik denk jeugd, gewoon de Kuip. Ja. Dat blijft een van de mooiste stadions, vind ik dan. Hè. Ik zeg altijd tegen de jongens van, als je daar op het veld stapt, het lijkt me net of het je voet smelt, zeg maar, zo lekker het veld is. En, die Kuip blijft het mooiste. Echt een gladiatoren. Ja. Ook als fan. Ja. Nee, het is echt is mooi. Hoek weggestopt en dan als je net op die naaf staat en dan juichen als Feyenoord scoort, dan voel je zo je benen los van elkaar bewegen. Ja, is mooi. Verschrikkelijk. Ik ben er toen met... Is heel mooi, hè? Ja. Voor een Feyenoord is dat prachtig zijn. Ja. Maar als uitsupporter is er niks zo, zo schrikbarend als dat, zeg maar. Ik ben er één keer geweest met Nederland-Frankrijk, toen voor de Nations League. Toen Nederland ook met 2-0 won, twee keer Memphis. En als ze dan scoorden, dan echt... Alles trilt gewoon. Ja, dat is zo dat is wel mooi. Echt mooi, ja. Ja. En dan is het nog anders dan bij een wedstrijd van Feyenoord, denk ik. Ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Vlug weglopen als je er zit. De arena is ook een mooi stadion. Alleen, ik vind het qua sfeer vind ik het gewoon minder. Mensen zitten daar gewoon en pas als ze gescoord worden juichen ze. Maar bij Feyenoord, bij Feyenoord moet je vragen voor je van, nou ga ze even zitten, want ik zie niks. En dat is gewoon mooi. Ja, nou, schitterend. Hey, en jouw mooiste doelpunt? En dan jeugd. Die we misschien nog terug kunnen vinden. Van als je die nu vertelt, want dan wij straks gaan kijken van, oké, we gaan eens even terugzoeken van... Welke dat was van je profcarrière? Ja, bij Almere heb ik 2 goals gemaakt tegen Excelsior toen thuis. Eentje kwam, kopte iemand terug en die pak ik uit de lucht, volley gelijk erin. Dat was ook een doelpunt. En de andere was met een stuit. Dus met een stuit en die schoot ik ook uit de volley, zeg maar, erin. En ik denk dat die tweede wel mijn mooiste goal was, zeg maar, bij Almere dan. Binnen de 16, buiten de 16? Was binnen de 16, maar meer aan de zijkant. Ja. En dat was wel, voor mij denk ik wel een van de mooiste doelpunten, ja. In de jeugd heb ik mooiere doelpunten gemaakt. Maar bij Almere en Keukenkampioen denk ik dat wel een van de mooiste doelpunten was. Dan zit hij er wel, staat hij hoog op het lijstje. Die staat wel hoog op het lijstje, ja. En dan weet je het als je hem raakt. Dan weet je al van dat hij erin gaat, dat zeggen ze allemaal in ieder geval. Dus, je weet gewoon als je hem goed raakt, dan goede richting geeft, dan is het gewoon kassa. Had jij toen ook al Jack de Gier als trainer bij Almere? Toen ik bij Almere kwam wel, heb ik hem 2 jaar gehad. En toen ging hij naar NSC. Toen kon ik met hem mee, maar had ik ervoor gekozen om te blijven bij Almere. En nu bij Don Bosch even gehad weer. Ja. Hoe is dat nou dan voor jou, dat Jack dan zeg maar niet meer de trainer is hier? Vind je dat dan lastig? Of? Ja, weet je, het is voetbalwereld, is zo hard, je moet gewoon door. Ja. En, al is het jouw favoriete trainer, op een gegeven moment gaat hij toch wel weg. Of gaat hij een stap maken. Of nu is hij natuurlijk gewoon weg. Ja. Het hoort erbij. Je moet gewoon door. En, het is zijn carrière, maar het is ook mijn carrière. Ja. Dus ik kan er moeilijk in blijven hangen. Ja. Okay. Hey, Rinus en John, hebben jullie misschien nog een vraag aan Faris? Ik niet, nee. Nee? Vind je het wel mooi allemaal wat je vertelt? Ja, het vertelt wel mooi, ja. Ik heb ook geen vragen meer. Nee? Dan gaan we naar... We hebben nog wel een paar quizvragen. Maar ik weet niet of jullie als echte FC Den Bosch supporters te weten. Misschien dat Faris het zelfs weet. Maar daar gaan we meemaken. Want weten jullie wie de doelman van FC Den Bosch was? Tijdens die legendarische wedstrijd tegen Ajax. Toen maakte Marco van Basten... We gaan ver terug in de tijd, hè? Ja. Maakte Marco van Basten een omhaal. Ja. Wie was de doelman van FC Den Bosch? Is dat een grensfan of zo? Kijk. Dat is toch wel een hele snelle reactie. Had jij het geweten? Ping! Geen idee. Kun je het doelpuntje voor de geest halen? Ook niet misschien. Nee. Ik weet eerlijk gezegd heel weinig van FC Den Bosch. Ik ben er net pas. Maar... Ja, dat is ook waar. Dus, dan is die volgende vraag nog lastiger, denk ik. Nou ja. Welke enige selectiespeler van SCD komt er uit Os? Ja, wie komt er uit Os? Zit bij jou in de selectie. En Os Den Bosch ligt gevoelig. Daar ben je denk ik wel achter gekomen dit jaar. Misschien moet ik het dan niet weten, hè? Is dat beter?
Ik heb echt geen idee. Geen idee. Ja, nee. We hebben het er straks al even over gehad. Rinus, weet je het nou nog? Want je was ook heel benieuwd. Je wist het niet. Een speler? Ja, dat is een selectiespeler. Ik zou even welke niet weten. Ja, Peter, die ik weet is de man van de feitjes. Volgens mij is het een verdediger. Dat was ja, Teun of zo. Teun komt uit Os. Ja? Teun van Grunsven. Grunsven. Ja. Welke positie speelt hij? Centraal achterin. Ja. Zie je. Centraal achterin. Nou. Hé, hey, als allerlaatste. Heeft FC Den Bosch een clublied? Iedere club heeft het, ja, toch? Zeker, ja, zeker. John. Maar, ik ga niet zitten zingen hier. Jawel, kom op. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Ken je hem wel, Rinus? Ik ken hem wel, maar... Kun je hem neuren hier dan zo? Nee. Nee? Als ik ze een keer kon verstaan, misschien had ik er gedaan. Ja. Ik versta er niks van, dus... Nee, mensen, dan laat het hier gewoon bij. We kennen het publiek van FC Den Bosch. Daaruit blijkt of dat je een echte supporter bent. Faris, die kent hem, maar ja, hij verstaat het niet. Daar, nee, kan, daar kun je niks aan doen. Hij moet goed luisteren. Ja, best, nou, de tip van John, goed luisteren. En dan laat hem over een paar weken misschien maar een keertje horen. Dan, nee, we zullen zien. Super fijn dat je er wil zijn. Heb jij misschien ook een vraag aan ons? Nee, het enige wat ik kan zeggen, blijf gewoon doorgaan met dit. Dit is, ik heb zelf ook een broer die verstandelijk gehandicapt is. En ja, dit is gewoon heel mooi. En ja, we zijn goed bezig, denk ik. En blijf zo doorgaan. En ik zal jullie blijven volgen ook. Nou, top. Die steken wij in onze zak. Dus inderdaad, Faris, liken, delen, abonneren. Doe het voor onze Benny Koekoek podcast. En wie weet waar we nog allemaal terechtkomen de komende tijd. En Rinus en John, super bedankt dat jullie er ook bij waren. Niks voor jullie een mooie dag, maar voor ons nog mooier om jullie mee te mogen nemen. Dank jullie wel allemaal. Dit was hij weer. Tot de volgende. Benny,